Goedemorgen iedereen. Ik weet dat dat weer al een hele tijd geleden is dat ik een video heb opgenomen. Maar ik ben heel druk bezig geweest met het afwerken van de training Manifesteer met de Elementen. Omdat ik voelde dat er heel veel informatie in aanwezig zit dat heel veel mensen gaat helpen. Om eigenlijk eens weer zicht te krijgen op wat dat nu eigenlijk is manifesteren. En hoe dat komt dat wanneer je kijkt naar alles video's rond wet van aantrekking, waarom dat niet werkt. Want zelf had ik ook dat probleem. Ik deed alles, alle rituelen, alle affirmaties, alles wat je maar kon bedenken. Maar op een of andere manier lukte dat niet. En dat zijn dingen die ik aanvlieg, onder andere in de training natuurlijk. Dus als je interesse hebt en je bent benieuwd over wat dat precies gaat, scroll gewoon naar de link in de box eronder en dan ga je kunnen zien over wat dat allemaal gaat. Ik bekeek manifesteren vanuit verschillende stukken en ik geef je ook een aantal tips hoe je eigenlijk je eigen energie, je eigen seksuele energie kan gaan gebruiken om zaken naar je toe te magnetiseren, om je lichaam, je energie eigenlijk om te toveren tot een ware magneet voor manifestatie. Nu, hoe meer dat je in dat hogere bewustzijn gaat gaan leven, hoe meer dat je ook gaat merken dat het niet erg is wanneer dat niet alles gaat zoals je het wilt hebben dat het verloopt. En dat is eigenlijk ook het thema waar ik vanmorgen een post over gemaakt heb op sociale media, op Instagram en Facebook. En als er één ding is wat dat je zal merken bij mij, of als je mij wat beter zou kennen, dan is dat eigenlijk dat opgeven niet op mijn lijst staat. Dat is niet één van de mogelijkheden. Daar ben ik veel te koppig voor. Zeker als ik voel dat iets mogelijk is. Dat ik diep van binnen voel dat dat iets is dat mogelijk is. Dat dat kan. Ook al heeft nog nooit iemand anders dat gedaan. Ook al heeft nog nooit iemand het gedaan op de manier dat ik voel of dat ik het wil doen. En dat maakt natuurlijk dat ik gedurende mijn leven heel vaak met mijn hoofd tegen de muur gelopen ben. Het heeft mij ook geleerd dat iedere keer wanneer ik tegen een obstakel aanliep, wanneer dat ik viel, dat ook al op dat moment zelf zag je geen uitweg of wist je niet hoe, waarheen of wat dat de volgende stap was, dat ik eigenlijk elke keer opnieuw weer een oplossing kwam. Dat elke keer weer opnieuw dat je dat obstakel overwonnen hebt. En dat je dus uiteindelijk ook weer heel veel geleerd hebt. En als ik gewoon kijk wat dat het meeste is wat ik eigenlijk afgelopen jaren heb geleerd, is eigenlijk om gewoon anders te gaan kijken naar de obstakels en de uitdagingen van, dat we tegenkomen in ons leven. Waar ik eigenlijk meer dan 10 jaar geleden altijd dacht, of eigenlijk een periode, niet altijd, maar er was een periode waar ik eigenlijk zelf ook in een burn-out zat, maar dat wist ik op dat moment niet. Ik ervaar heel veel emotionele problemen bij mijn werk door werkgever en omstandigheden. Nu weet ik ook dat dat komt omdat het niet daar mijn bedoeling was om daar te blijven. En anders ging ik dat blijven, zo koppig ben ik wel. Toen voelde ik mij echt een slachtoffer. Toen dacht ik op een bepaald moment van, ik moet hier gewoon zien te overleven en elk gewoon de dag zien uit te doen en mijn leven verder lopen als een zombie. En ook nu het idee er dan terug aan, dan voel ik gewoon weer die emoties, dan voel ik weer gewoon dat verdriet. Van, oh nee, toch niet voor de rest van mijn leven eten, werken, huishouden, zorgen voor de kinderen, gaan werken, weer gaan eten, slapen, whatever, in welke vorm, maakt niet uit. Maar dat is altijd elke dag over en over en over en weer opnieuw en weer opnieuw en weer opnieuw. En tot het moment dat je je laatste adem uitblaast. En dat maakte mij zo verdrietig, zo machteloos, is eigenlijk het woord. Waardoor ik uiteindelijk een bore-out kreeg. Waarin ik eigenlijk gewoon verveeld was met het leven wat ik had. Ik had geen uitdagingen meer. Elke dag was hetzelfde. Hij zou kunnen zeggen, ja, nu is ook elke dag hetzelfde. Ja, maar ik heb al de uitdaging. Ik heb de verschillende klanten waarmee ik werk. Ik kan mijn eigen creatie, mijn eigen flow volgen, mijn eigen dingen vormgeven. De bubbels die in me opkomen, kan ik vormgeven. En vormgeven in cursussen, in trajecten en wat dan ook. Als ik zin heb om niks te doen, dan doe ik niks. En ik ben nog niet helemaal wat ik voel, wat dat mogelijk is.
Maar daar zijn we naartoe aan het werken. Want ook dat heeft weer te maken met de lessen die we als ziel willen leren. De ervaringen die we als ziel willen leren. Die we willen opdoen. Nu, op het moment dat ik echt dus op dat punt zat dat ik mij zo een slachtoffer voelde, heb ik eigenlijk het geluk gehad. Nee, eerst is het belangrijk om te vertellen dat wanneer je inderdaad in die slachtoffermodus en in de energie van slachtoffer zit, vooral dat je de slachtoffer voelt, want je bent het niet, dan ga je merken dat eigenlijk het universum ook iedere keer opdaagt en iedere keer ook dat bevestigt. Want het universum speelt de energie dat jij op vibreert, op trilt, dat jij, wie dat jij bent eigenlijk. En er was een bepaald moment dat ik me zo teneergeslagen voelde en echt het niet meer wist. Ik wist echt niet meer naar hoe wat of wat aan. Dat was het moment waarop dat mijn fysieke lichaam eigenlijk zei, en nu is het genoeg geweest. Dat is het moment waarop dat ik eigenlijk gewoon de controle losgelaten. Ik kon gewoon ook niet anders meer. En op dat moment heeft het universum me eigenlijk gezegend met die burn-out en die bore-out. Want dat heeft mij ervoor gezorgd dat ik de moed gehad en de wijsheid gaandeweg weer heb herinnerd en weer heb aangewakkerd en wakker geworden ben over wie dat ik werkelijk ben. En oké, dat is niet van in één nacht gegaan. Het begon met het constant herhalen en woorden in mijn hoofd van yoga, yoga. Of dan zag ik dingen passeren over yoga. Totdat ik uiteindelijk ben yoga gaan lessen gaan doen. En dan kwam de coachingcursus op mijn pad. Dan ben ik die coachingcursus gaan volgen. En dat is eigenlijk hoe dat ik uiteindelijk het leven heb vormgegeven waar ik nu aan het leven ben. Waar ik mijn eigen baas ben. Waar ik eigenlijk mijn eigen tijd kan ingeven. Waar ik in staat ben om voor mijn kinderen te zorgen. Op de manier zoals ik het wil. Als ze ziek zijn, dan is het geen probleem. Dan ben ik er voor hen. En dat waren dingen waar ik vroeger niet kon. Dat ik heel vaak, toen ik bij de politie nog werkte, heel tegenaan liep. Tegen structuren en regels aanliep. En zo hard inging tegen hoe dat ik voelde dat mogelijk was. En hoe dat ik wou er zijn. Op welke soort moeder dat ik wou zijn voor mijn kinderen. Maar gewoon ook welk leven dat ik wou leiden. En dat is hetgeen wat ik nu uiteindelijk ook leer aan andere mensen. Eigenlijk aan iedereen die klaar is om het te horen. Van hoe dat je anders kan gaan denken. En hoe dat je van het feit dat je anders naar je leven kijkt en anders gaat gaan denken. En die dingen die gebeuren anders gaat gaan interpreteren. Op een goede manier en niet op een verkeerde manier. Dat jij ook zelf in staat bent om dat leven vorm te geven zoals dat jij voelt dat mogelijk is. En nee, ik zie mezelf niet als verlicht of spiritueel wezer of wat dan ook. Nee, want ik voel gewoon in mijn hart dat iedere ziel het verdient om de wijsheid te hebben dat ik ondertussen weer heb kunnen openen, weer verbinding mee heb kunnen maken. En die wijsheid is er ook voor iedereen aanwezig. Dat is niet iets die alleen maar voor enkele selectieven beschikbaar is, maar dat is voor iedereen aanwezig. En iedereen verdient om onvoorwaardelijk geliefd te worden. Iedereen verdient om die onvoorwaardelijke liefde te voelen. Iedereen verdient om in een diepe zielsconnectie te zitten. Of dat dan een tweelingvlam is of een soulmate, dat maakt niet uit. Het gaat erover dat jij het waard bent een leven te leiden. En dat leven, zoals dat jij voelt, diep van binnen in jou, dat echt dat hetgeen is wat je ziel wil gaan ervaren, wil gaan neerzetten. En daarom is er ook een traject zelfrealisatie vanuit je hart, gedrag en bewustzijn. Omdat het is op dat moment dat je leven vorm geeft. In afstemming met wie dat je werkelijk bent. En niet vanuit toegevingen en censuur van jezelf. En het niet volledig kunnen omarmen van je passie en je vuur. Maar gewoon zijn wie dat je bent. Geen beperkingen. Geen... hoe is het woord? Geen situaties waarin dat je jezelf eigenlijk minder, maar 30% laat tonen van wie dat je eigenlijk werkelijk die 100% bent. Want wij hebben elke ziel nodig hier op aarde. Wij hebben jouw essentie nodig, want jij bent een deel wat ik niet ben. En omgekeerd. En dat is ook de reden waarom dat ik blijf pushen. Dat is de reden waarom dat ik blijf voortdoen wat ik doe. Ook al is hetgeen wat ik geef en wat ik creëer en de tijd en de energie dat ik instop, wordt niet altijd op dezelfde manier terug
ontvangen. Maar ik weet ook dat dat ook gewoon een kwestie van tijd is. En ondertussen zorgt het universum gewoon ook voor mij. Dat is ook iets wat ik zelf heb mogen leren. En nog meer mocht in gaan vertrouwen. Dat wanneer dat jij de keuze maakt om voor jezelf te kiezen. En om de dingen te gaan doen zoals dat jij voelt dat nodig zijn. En om van daaruit dan ook van dienst te zijn voor anderen. Dan gaat het universum altijd, echt altijd. Er is geen enkele uitzondering dat ik op dit moment kan zeggen dat ik al gemerkt heb dat het er niet was. En de ene keer dat het er niet was, is omdat jij het niet geloofde en jij niet vertrouwt. En wanneer dat je echt klaar bent om in dat nieuw bewustzijn te stappen. En wanneer dat je voelt en gewoon beseft dat geen enkele materiale voordeel jouw ware vrijheid gaat geven. Voel alleen dat je die ware vrijheid in jezelf hebt gevonden. En geen enkele ziel zou jou die liefde kunnen geven, zolang dat jij die liefde voor jezelf wegduwt en ontkent. Dus dat zijn allemaal dingen die zo belangrijk zijn en waar mensen nog veel te laks in zijn, nog veel te weinig belang aan hechten. Deze morgen zei ik ook tegen mijn zoon van, hij was een voorbeeld aan het geven in verband met iets wat een ander jongetje gezegd had op school gisteren. En het ging er eigenlijk ook over van hoe krachtig hij ondertussen geworden is en hoe sterk dat hij weet wie dat hij is. En dat hij dingen doet vanuit een diep weten van dat dit goed is voor hem. Het ging erover dat ze een actie deden op school voor Rode Neuzendag. En die andere jongen zei van, oh, ga je daar zoveel geld aan geven? Het was 2 euro. Voor chocolademelk en een cupcake. Maar hij wou dat doen vanuit zijn overtuiging. Van, kijk, ik draag iets bij tot iets groters, iets goed voor anderen. En dus dat andere jongetje was dat daarmee aan het spotten en hem wat mee aan het uitlachen. En ik vond het heel krachtig van hem dat hij zoiets had van, kijk, maakt me niet uit hoe dat jij daarover denkt. Dat is hoe dat ik het voel en ik blijf bij mijn waarheid. Ik blijf doen wat ik doe. En dat verandert niet waarop, de manier waarop ik naar jou kijk. En ik heb dat ook gezegd, dat wanneer dat, dat kan en wanneer dat heel dicht bij jezelf kan blijven en weet wie dat je bent, dan is er geen enkel obstakel te groot om het te overkomen. Omdat je weet dat je de kracht en de talenten en de vaardigheden en alles in jou hebt om elk obstakel te overkomen. En dat is net hoe dat je dan uiteindelijk ook als ziel leert. Hoe dat je als ziel het leven vormgeeft en aanpakt. En dat zijn de dingen, één van de dingen dat ik ondertussen ook leer aan iedereen die met mij samenwerkt. In het groepstraject en één op één traject. En zelfs in online training, waar dat er geen individuele beleiding is, maar ook in online training. Ook daar ga je zien wat dat de obstakels zijn, waardoor dat jij nog niet dat overvloed kan manifesteren, waardoor dat blijkt dat je manifestatieproces of je transformatiekracht zelfs niet werkt. Dus ik zou zeggen, als je voelt dat je klaar bent om al je schaduwen en al je flows, al je app-vloed, als je dat allemaal klaar bent om dat te omarmen als gewoon een deel van jezelf, omdat uiteindelijk dat ook leven is. Leven is licht en donker. Leven is yin en yang. Leven is mannelijk en vrouwelijk. Dus leven is nu eenmaal die dualiteiten. Wat verschil is wanneer je leeft vanuit het hoge bewustzijn, dan maak je geen keuzes meer vanuit die verschijnenheid, vanuit die dualiteiten. Maar maak je keuzes vanuit die eenheid. Want wanneer je vanuit die eenheid keuzes maakt, dan verbindt en brengen die verschillende onderdelen samen voor het hoogste goed van iedereen betrokken. Dus ik zou zeggen, wil je leren hoe dat je jouw leven weer in handen neemt? Dan kan je vandaag nog starten met een online training met de elementen. Je kan starten met het groepstraject zelfrealisatie vanuit hart, gedrag en bewustzijn. Zeker als je nu start, dan heb je ruim de tijd tot april om alle informatie door te nemen op jouw tempo. Dat maakt niet uit hoeveel weken je neemt voor elke content of wat de content of welke vlam dan ook. Dat net omdat iedereen zijn proces gewoon zo individueel is en zo op een ander tempo verloopt, is dat traject ook op die manier opgezet. Nu, als jij er klaar voor bent en als jij genoeg hebt voor al die angsten die constant de wereld ingestuurd worden, als jij wil leren hoe dat je weer
die kracht en verantwoordelijkheid neemt voor jouw leven, dan ben ik klaar om met jou samen te werken. Op welke manier dan ook, dat maakt niet uit. Er zijn genoeg mogelijkheden ondertussen om met mij samen te werken of om van mij te leren. Maar weet dat de weg naar binnen de enige weg is naar ware vrijheid. De weg terug naar jouw essentie. En dat is door je eigen schaduwen, je eigen talenten aan te kijken en al die dingen waar je altijd geloofd hebt, om die één voor één tegen de spiegel aan te houden en die te transformeren. En dat en zoveel meer leer ik jou in het groepstraject, in de cursussen, in wat dan ook. Zo, ik ga het hierbij laten. Ik ga niet zeggen tot morgen, want ik weet eigenlijk niet wanneer ik geleid word om weer een video op te nemen. Ik ben ondertussen bezig met het schrijven van een jaartraject. Dat vind ik opnieuw weer super spannend. Vooral bedoeld voor mensen die voelen dat ze eigenlijk een spirituele ondernemer zijn. Maar daar hoor je binnenkort wel nog meer over. Want daar ben ik dus nu nog mee bezig, samen met een klant bij mij, om dat te creëren. En dat is eigenlijk het traject waarin dat je als spirituele ondernemer leert dingen neerzetten. Dus echt jezelf realiseren vanuit die verbinding met jezelf, maar binnen de structuur van de mannelijke energie. Dus daar brengen we al die dingen samen. Marketing, de flow voor je geld, ook hoe omgaan met je geld, wat doe je met je geld, hoe zorg je ervoor dat er geld genoeg is om te investeren, om je belastingen te betalen, al die dingen komen aan bod. Maar verbonden met het energiesysteem, want het is een jaartraject, gaat over 12 maanden en is verbonden met het 12-delig chakrasysteem. Dus, en daar spelen we constant met de mannelijke en de vrouwelijke energie in. Nu ben ik met haar bezig rond basischakra. Wat dat in principe in oorsprong voornamelijk een, hoofdzakelijk moet ik zeggen, een mannelijke energie in zich draagt. Dus daar zijn we nu bezig, ook rond het basischakra van haar onderneming, rond het neerzetten van een stevige, goede, een goed fundament eigenlijk. Want van daaruit kan je dan verder groeien om die levensstijl vorm te geven. Want uiteindelijk, wanneer je een spirituele onderneming wil neerzetten, is dat omdat je een bepaalde passie hebt, omdat je een bepaalde drive hebt om een bepaalde levensstijl te gaan ondersteunen. Dus dat is de bedoeling van het jaartraject. Dat komt er zeker volgend jaar. En zijn we dus nu al mee bezig met het te laten groeien, te laten geven we voeding, laten we het zachtjes in onze warme, in onze warmte en liefde ontplooien tot een heel prachtig traject. Zo, dat was het voor nu, anders blijf ik maar babbelen. Als je vragen hebt, als je mee wilt samenwerken of wat dan ook, dan kan je via de website mij contacteren. Geef ook een likeje en abonneer op de video als je op de hoogte bent gebracht van de volgende video's. En als je mensen kent die baat hebben bij het horen van deze video, deel gerust. Hoe meer mensen kunnen verbinden met hogere energieën, hoe sneller dat we door deze shit heen gaan van alles wat er nu gaande weer is in de wereld. Dus, zie je in de volgende en een fijn weekend. Daag!